Wanneer grijpt God nu eindelijk eens in? Wanneer laat God van zijn kant iets van zich horen? We horen van alles van de regering. We lezen statistieken over allerlei zaken met het corona. Maar wanneer doet God nou eens wat? Hij zou nu toch een geweldig wonder kunnen verrichten. Dat virus in één keer laten verdwijnen en iedereen zou in hem gaan geloven. Maar zouden we dan niet precies hetzelfde vragen als de mensen in Jezus' tijd? Ze kwamen en ze wilden dat hij een teken zou geven. Dit geslacht, zegt Jezus, verlangt een teken. Maar, zegt hij, er wordt geen ander teken gegeven dan dat van Jona bij de Ninevieten. En daarover ging de eerste lezing. De mensen van Nineveh, een grote stad, leefden blijkbaar niet zoals God het wilde. En dan komt de profeet Jona en hij roept op om zich te bekeren. En de mensen kondigen een grote vaste af. Zelfs de koning zegt, ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen. En dat is blijkbaar wat God door Jona laat weten aan de mensen van Nineveh. En dat is wat God door zijn zoon Jezus en altijd weer opnieuw aan ons laat weten. Mens, bekeer je. Kom terug van die heilloze wegen. En dat is wat die Ninevieten deden. En God zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen. En God kreeg spijt van het onheil waarmee hij bedreigd had. De antwoordpsalm uit psalm 51 sluit daar naadloos bij aan. Dat gaat over een mens die beseft dat hij zich moet bekeren. En die mens die roept, delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden. Dat is blijkbaar iets heel dieps, iets fundamenteels. Dat is blijkbaar een virus waar je niet zomaar na een tijdje van kunt zeggen, ja, nou is het verdwenen. We hebben nog geleefd met de stuiptrekkingen van een Britse variant, maar nog even en dan is iedereen gevaccineerd en dan is het weer normaal. Dan gaan we weer door met feesten en drinken en alles wat erbij hoort. Hier gaat het veel dieper. Hier gaat het om een structurele fout van de mens. En er is maar één oplossing. Dat we ons bekeren. Dat is wat Jezus wil. Daar verwijst hij naar. Naar dat teken van Jona die oproept om zich te bekeren. Eigenlijk zou de vraag dan ook van de andere kant moeten komen. Dit geslacht verlangt een teken van mij, zegt Jezus. Maar het is eigenlijk God die een teken verlangt van de mensen. En de Ninevieten gaven dat teken. Maar wat was Nineveh voor een stad? Wel nu, dat was geen Joodse stad. Dat is het huidige Mosul in Syrië. En het hoeft dan ook niet te verbazen dat de profeet Jona in eerste instantie helemaal niet daar naartoe wilde gaan. Jona zelf moest bekeerd worden. Hij zelf moest terugkomen van zijn heilloze wegen. Zoals ook een kerk zich telkens ook weer moet bekeren, moet zuiveren. Anders kan zij geen oproep tot bekering aan anderen doen. Maar beide, zowel Jona als die mensen van Nineveh, geven dit teken aan God. Ze bekeren zich. Ze stoppen met een heilloze leven en ze doen wat God wil. En dat is wat Jezus verwacht. Dat teken. Maar Jezus zelf ziet dat dit geslacht een verdorven geslacht is. En zal afkeren van het kwaad die onze straf op zich neemt. Opdat wij zouden leven. Laten we de uitgestoken hand van Jezus aannemen. Laten we ons keren tot Hem, opdat Hij ons kan brengen naar onze hemelse Vader.